Hey, superleuk dat je kijkt naar mijn allereerste video voor het HVA YouTube kanaal. Mijn naam is Daisy en aan de hand van deze video wil ik me even voorstellen. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Oost-Knollendam, een heel klein dorpje in de Zaanstreek. In september ben ik begonnen met de opleiding leraar gezondheidszorg en welzijn. Ja, ik ben dus 23, begin nu pas met mijn hbo-opleiding, maar dat komt omdat ik alles in stapjes heb gedaan. Ik ben begonnen op kaderniveau, vervolgens mbo niveau 3 gedaan, mbo niveau 4. En nu zit ik dus op het hbo. In juli heb ik de opleiding tot verpleegkundige afgerond in het ziekenhuis in Haarlem-Zuid, wat ik ook ontzettend leuk vond. Maar ik wilde heel graag nog doorstuderen. Daarom ben ik nu gestart met de deeltijdopleiding. Dat is ook waar ik jullie heel graag meer over wil gaan vertellen. Want hoe ervaar ik zo'n deeltijdopleiding nou? Je hebt natuurlijk een dag school, een dag stage, thuisstudieuren, maar ik werk daarnaast ook om het financieel te kunnen redden. Dus hoe plan je dat nou allemaal in en hoe ervaar ik dat nou? Maar eerst deze voorstelvideo. Om mij een beetje beter te leren kennen, heb ik aan mijn familie en vriendinnen en gevraagd of zij een paar puntjes voor me op wilden schrijven, wat als eerste in hun opkomt als ze aan mij denken. Dus dat hebben ze hier voor mij gedaan. Even kijken. Dit is wat mijn moeder en mijn broer en mijn zus en mijn vriend voor mij hebben opgeschreven. Ze schrijven over mij: zorgzaam, stresskip, kritisch, perfectionistisch, een goed zak, overdenkt soms dingen, een hekel aan te laatkomers, kan niet tegen onrecht, is een ochtendmens, heeft een zwak voor ouderen en extreme angst voor vogels. Ja, dat klopt wel een beetje. Mijn beste vriendinnetjes schrijven: onderschat haar eigen kwaliteiten, is een echte twijfelaar, is zorgzaam, lief en sociaal, biedt altijd een luisterend oor en oordeelt niet zomaar, is beschermend, is perfect voor haar vak en de vogelangst, daar is hij weer. Ja, dat klopt echt. En ze schrijven nog: my best friend is better than yours. Super lief. Echt heel leuk om dit te lezen. Het is ook de eerste keer dat ik het lees. Maar ik denk dat jullie mij nu dus ook wel een beetje hebben leren kennen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En dat jullie de rest van de video's natuurlijk ook gaan kijken. En je abonneren op het HVA YouTube kanaal om ook de video's van mijn collega's te zien. Doei doei!